Muziektalent vind je soms op de gekste plekken, zoals in deze gevangenis in Malawi. Dit zijn criminelen die gevangen zitten in het plekje Zomba, in het straatarme Malawi. De Zomba Prison Band dus. De leadzanger is een man die al 19 jaar lang vastzit voor moord. Mukuyimba, kumakala mutu umamasuka. Andikuti mutu ukakala uimba kapena kumakunda zo imba imba. Een medewerkster van de gevangenis zingt soms ook mee. De liedjes hebben vaak een boodschap. Het talent van deze band werd ontdekt door een Amerikaanse muziekproducer. Die was in Malawi bezig met andere muzikanten en bedacht toen dat een gevangenis misschien ook wel een hele mooie plek was voor nieuwe muziek. We felt that there was no population more so than those that were incarcerated that would be in need of expressing themselves and also that were probably censored and even maligned by the by their fellow citizens. In 2013 namen ze in een paar dagen tijd in een geïmproviseerde studio een album op. Maar het werd wel wat. Het album werd in de categorie wereldmuziek genomineerd voor een Grammy. Ze hopen dat als ze de Grammy winnen, ze bergen geld zullen verdienen. Maar dat zit er niet in. Het hele muziekproject draait ondanks de nominatie nog steeds verlies. Een wereldtournee is geen optie. En strafvermindering krijgen ze er ook niet voor. Maar stel je toch eens voor, als ze winnen. Maandag wordt duidelijk of dit sprookje een happy end krijgt.